Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Oeh, ik sloeg je bijna. En welkom bij een nieuwe video. We spelen vandaag weer Captive Minecraft na een lange pauze te hebben genomen. Yeah! Yeah! Na 4 maanden weer eens. 4 maanden? Wow. Ja, het was in maart voor het laatst. Volgens mij dat is wel lang geleden, ja. Dat is zeker lang geleden. Nou. Maar ja, ik heb nu eventjes een tijdje zitten rondrijden in deze minecart. En ik zit hier op 950 meter ongeveer. Nog een paar rondjes en dan heb ik de 1 kilometer bereikt. En dan hebben we een nieuwe achievement. Precies. Oh, halleluja. Kijk hoe lang nog. Oh, ik zit nu op 940 meter. Oké, mooi. Dus per rondje 4 meter erbij. Dus, kom op. En we krijgen hierboven geloof ik nog wel wat qua dieren misschien. Dan krijg je alleen maar die ene palen, toch? Of ben ik nou gek? 970 meter. En hierboven, op dat quartz blokje. Maar dan krijg je, als je die palen toch complete, krijg je juist dingen. Oh, wat krijg je? Oh ja, nee, ik dacht dat je iets kreeg voor achievement. Ja, dat was de paal. Dat was de paal. Yeah! Yes! Ik heb oh ja, rollboarden, dat was het. Je krijgt dat je... Nu weet ik het weer. Even kijken, nice. Even kijken of we hierboven iets hebben. Oh ja, we hebben hierboven iets. Nice. Wat hebben we gekregen, June? Nou, hier heb je een kist als je naar boven komt. Oh. Hierboven. Wacht, tegelijkertijd. Oh. Nou, dat was anti-klimaks. Nou. Look of the sea, lapis. Wat kunnen we daarmee doen? Niks. Oh. Jawel, we kunnen nu 1 pilaar maken. We kunnen 1 pilaar nu afmaken, June. Is dat een lapis? Het is lapisbloks. Oh ja, oké. Nou. Ik kom omhoog. Voor mij is het deze. Ja, blue stained clay. Kijk eens, June. Zie hier. Je bent heel erg wit, als ik zo iedereen kijk. Oh ja. Ja, ik ben altijd wit. Ik ben een skeleton, dus. Oh ja, dat is waar. Ja. Nou, ik laat die shit die we hebben gevonden hierin. Moet wel natuurlijk even stained clay hebben. Ik heb maar eentje nu. Of is dat ook normaal? Dit is orange stained clay. Blue stained clay. Hebben we... We kunnen omhoog gaan. Wacht. Nee, we moeten... Hoe kregen we al normaal clay? Ik kijk hierboven wel eventjes of hier nog wat ligt. Blue stained clay. Green. Red. Pink. Oh nee. Oh jeez, wat? Ah, ik fik er naar beneden. Oh, goed zo. Ik wil hier even in kijken. Nou, we moeten weer op zoek naar hardened clay. Ja. Ja, hierboven is het helaas niet, denk ik. Ah. Oh. Is het serieus? Ah, Oh nee. Wat? Niks. Oh, water. Oh jeez. No. Nee, oh. It's flooding. Oké, overstroming jongens. Overstroming. Oh, ik weet waar het ligt. Beneden? Waar het ligt. Ja, helemaal beneden was ook een gedeelte met heel veel klei, toch? Ja. Bij die mineshaft. Neem even een pickaxe mee. Het gaat helemaal... Oh shit, het gaat helemaal naar beneden. Ja. Ik zie die toortjes. Oh, het is maar eentje, die is weg. Oh nee, het gaat nog verder. Oh kut, het gaat echt heel ver naar beneden. Oké. Het ging onze... Kut. Het gaat onze trap in. We hebben hier normaal klei, maar ik weet niet of je die wilt smelten of niet. Dat kan op zich, maar... Laten we voorzichtigheid nog even niet doen, misschien. Het is helemaal naar beneden gegaan. We hebben wel een mooie trap hier. Maar de trap zoeken is nog wel wat moeilijker. Moet je hier naar beneden? Het zal wel. Oh ja, ik hoor veel spinnen nu. Ja, ik ook. Nieuw gedeelte of zo. Dit baart me zorgen eigenlijk. Ah, boeien. Kom, we gaan verder. Overal vind ik toortjes. Welke kant ben jij opgegaan? Naar beneden. Ik kijk wel even. Overal liggen toortjes hier. Allemaal het water. Ik zie het water nog stromen nu. Ik ben bij die spawnen nu. Ah, hier is het klei. Oh wacht, dat is gewoon door ons geplaatst. Het water gaat nu bij... Oh shit. Is het erg naar beneden? Oh, het is nu in de... Ja, het is gestopt nu. Ik ben nu bij de stronghold. Maar ik zie nog geen klei.
Wel al veel iron hier, die ga ik even hakken. Nice. Nou, oh ja, we hadden nog een zombie stronghold gewonnen. Ja, hier. Precies. Nog geen harde clay tegengekomen, neem ik aan. Nee, maar ik meen dat die ergens wel wat was. Of was dat... Hier ligt wel één stukje red sand, apart. Ja, dit ook nog. Ik vind het een beetje desastreus, dit. Als we gewoon niet verder kunnen gaan dat we klei missen. Ja, we hebben dat normaal klei, maar als we niks vinden, dan moeten we dat nemen dan. Ik denk het ook. Shit. Ach ja, we hebben 11 blokjes klei, hè, dus. Dat klopt. Ik hoop dat we dat nog een keer moeten bakken, maar oké. De uitgang vinden is zo moeilijk. Oh, in die stronghold bedoel je? Dat gewoon de trappen naar beneden naar boven en naar beneden volgen. Hey, skeleton. Wacht, ben je naar beneden of boven gegaan? Ik ben boven. Oké, goed. Ik zie je. Ow. Oh, you fuck off, you mate. Oh, fuck off, skeleton. Webs. Oi, mate, fuck off. Zo, die is dood. Yay. Ja, laten we het maar voor nu even dichten, ja. Nog iets? Naar boven. Hey, is klei. Oh, oké. Normaal klei. Weet je wel, klei, niet hard. Ja, ik zag het. Klei. 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 Klei en klei. Klei en klei. Oh, dit bedoel ik. Hier is ook meer klei. Oké, we hebben... we denk dat we toch moeten bakken dan. Oké. Wat? Er zitten spiders achter. Oké, laten we... Oh, jeez. Wow. Weg. Ik ga dit hier even dichten, hoor. Lekker torchje achterlaten. Oké, toen ik om het hoekje keek, zag ik ze echt uberveel. Oh, shit. Oké, goed. Ja, dat was voor ongeluk viel. Die geluiden zeggen genoeg, volgens mij. Er zit gewoon stone hierachter. Dit meen je niet. Auw, skeleton. Auw. Ah, nice, ik heb ze. Hier zit ook stone achter. Dammit. En... Maar je maakt ook direct, maak je er ook... 8, hè? Je kunt niet zo eventjes... Oh ja, shit. Ja, inderdaad. Ik weet het weer. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dat is wel irritant. Ja. Maar ja, het moet eventjes dan. Oké. Dus. We hebben hier verder nog. Hier moeten we nog een light gray. Hebben we dus insects voor nodig. Yep. Lime. Hebben we cactus voor nodig. Brown. Hebben we cacao voor nodig. Die is blue. Dit is magenta, hebben we ook rood voor nodig. En bomen hebben we sowieso en ook nog green hier. En pink. En dit zijn voor mij diamond, gold en iron, denk ik. Oh, jeez, no. Ah, ja, denk ik. Ach ja, we hebben wel veel iron. 35 in guts. Maar nog geen squids trouwens. No. Ik ga even het uithak hierboven. Ja, ik denk ik ook maar eventjes. Misschien... Span squids of wat? Ik weet hoe die mechanismes werken met squids. Oh, hier is hard and clay. Normaal. Buiten reach. Is dit hard and clay? Waar ik nu tegenaan sta. Oh, ik dacht even hier. Nee, dat is orange. Ah, dat is nog eventjes ietsjes verder dan. Jammer genoeg. Nee, dat is niet hard en clay. Of heb je dat... Daarachter wel. Is dat niet rood? Nee, dat is normaal. Doe F3 maar. Ja? Oh, dat is wel rood. Dat nee. Niet. ik zag wat? Het wel. Is dat echt rood? Ja, het is rood. Het is rood. Het is rood. Dammit. Aw. Oh. We hadden daar een klein beetje hoop. Oh ja, de kippenfarm hebben we toen gemaakt vorige keer. Er zitten iets van 10 eieren of zo in. Nou, ik heb een idee. Helaas kunnen we nog geen taartje eten. Even kijken. Ik heb nu 17 eieren. Oh, wacht, hebben we al sugarcane? Nee, dat hebben we... Wel suiker. Oh, voor een taartje te maken. Hebben we de wheat dan?
Oh ja, ik heb 3 weed, ik heb 3 notebook. We kunnen taart maken. Yeah! Oh, June. Aan jou de eer. Oké, ik moet de recipe wel uit mijn hoofd kennen. Ik denk dat ik hem wel ga naar June's kanaal te kijken waar hij taart pakt. Koken met June. Ik denk hier 3 melk. Melk is boven. Oké, dan hier en is dit hem? Nope, oké. Moet ik anders? Wacht, ik zit eventjes. Ah, jeez. Oké. Is het zo? No. Is het zo? Was het misschien 2 suiker? Ja, ik dacht dat ook, ja, nu. We hebben maar 1 gekregen, dus een beetje flauw is dat. Even kijken. Kijk even. Achievement. De recipe. Op mijn tweede beeldscherm. Ja, ik denk 2 suiker. Jeez. Ja, je hebt gelijk, 2 suiker. Oh. Maar waarom geef dan 1 suiker? Wat flauw. Dat is echt heel flauw. Dat is echt heel flauw. Hadden we eigenlijk een farmpje of niet? Boven, een kleine. We hebben nog 1. Zie, we hebben 1 bokje dirt maar, hè? Dat is waar. Ja, en daar zit de boom. Nee, 2. De andere staat. Oké. Zat die. Ja, die boom ook klopt. Maar ja, die boom moet eventjes groeien, want. Ja. Yeah. Oh, June, ik heb. Ja. De blue stained clay. Oeh, nice. Dan gaan we dit hier allemaal weghalen, zeker. Ja, we hebben helaas ietsje te veel. Nou, mag laat jij die? Maar. Dan mag jij die. Olleke bolleke ruzies, olleke bolleke. Knol. Woe. Kijken. Kijken meteen. Gewoon meteen kijken. Hebben we iets gekregen? Iets leuks? Het blauwe homo schaap. Hi. Wacht. Hebben we dat blauw nodig? Gewoon wol om te slapen, lijkt mij. Oh, kan ook wel. Hebben we al scissors? Maar ik dacht misschien lights, blue. Hebben we dan... Maak even scissors. Zo. Green. Wat kan je met wol doen? Een bed maken. En... Oh, 2 zijn het er. Zijn het 2? Ja, zijn 2. Oh, daar. Oké. Okay. Oké. Nou, oké. Oké. Maar we moeten even een squid zien te krijgen. Hoe krijg je heel snel squids eigenlijk? Ja, ik vraag me af, spannend stel je dichtbij bent of niet? Nou, wat ik wel weet is dat in ieder geval als je ergens heel weinig water hebt en 1 plaatsje wel water, dat het dan echt heel snel spannen. Mhm. Oké, ik pak even wat boeien. Ik heb nu een Wikipedia pagina open. Mooi. Even kijken. Squid spawn in water between layers 46 and sea level and can be found in any biome. Oké. Oftewel, moeten naar minimaal onder ei 64 zitten. Dit heeft geen nutte ding. Dus tussen 46 en 63 was het dan. Of al 64, ik weet niet. We zitten op ei 200, tenminste ik zit nu op ei 225, dus... Ja, wij balen. Oh man. Dat baalt echt heel hard, ja. Dus eigenlijk hebben we gewoon geen squids. Ah, oh, jammer. Zullen wij dan maar even gaan caven? No. Let's get some adventure. Niet heel veel toortjes meer. Ik heb er nu 4. Hoeveel heb jij er? 0. Oh, we hebben geen meer. Ik heb er nu 2, maar... Ja. Ik heb 5 sticks mee verder. Ik maak even 1 iron pickaxe voor het goud. Die best. We hebben geen kool meer, of wel? Nee, ik heb net de laatste opgemaakt. En ik neem de... Heb je een bow? Nee. Oké, ik neem zelf een bow. Ik geef die aan jou dan. Ah nee, je kan beter geloof ik met de boog omgaan. Oké, ik neem mijn 6 arrows mee, denk ik. Oké. Okay. Iron pickaxe. Oké. Achter je. Nice. Even wat opeten hoor. Even wat eten meenemen, dus even misschien handig. Laten liggen. Ik heb 6 soep mee. Dat lijkt me genoeg, denk ik. Oké, heb je nog soepkommetjes? Oh nee, hier is wat soepkommetjes. Nice. Yay, oké, we zijn klaar. Alright, let's get to business. Hopelijk niet al te belangrijke spullen mee. Hebben we nog dan ladders liggen? Misschien? Ja, misschien meteen een ladder gedoe maken. Nee, we hebben niet. Nee, we hebben ook niet genoeg hout. We moeten wachten op die boom die groeit. Die we eigenlijk hier nooit groeit. Boommeel. Zullen we dat proberen? Ja, ik ga. Of jij plaatst de boommeel. Ik weet niet wie. Het is wel een jungle sapling. En die droppen niet zo heel veel saplings. Wow! Meteen. De grote.
Oké, okay. Dat zegt mijn moeder ook wel. Ja? Niks. Ja? Ik ga maar niks zeggen. Ja? Ja. Juist. Oké. Okay. Juist. Ongemakkelijk. Badabadabou. Wat toch waar. Wat? Tududu. Is het zo als je de saplings gewoon laat, hoe moet ik zeggen, despawnen? Dat is evenveel kans, ja. Oké. Nou. Mooi weertje vandaag, hè? Ja, ik wil net zeggen. Ja. Ja. Oké. Oh, we hebben een ei, geloof ik. Ja, we hebben 3 eitjes. Oh ja. Misschien ik wat... ik had het heel veel gepakt al. Ik ga eens even gooien dan. Ja, inderdaad. Zo. Het echt moeilijk is, deze map doen in ultra hardcore mode. Als je dat weet te doen, dan applaudisseer ik echt gewoon voor je. Hoort die game mode ook weer te zijn? Is daar een optie voor of mag dat niet? Ik weet niet, het lijkt me wel heel moeilijk. Oh, er ontsnapt een kip. Oh, laat maar. Ik ga weer terug. Als een ultra hardcore is moeilijk, denk ik. Solo ultra hardcore niet. Oké, ik heb zo'n 5 erbij of zo. Okay, ik heb... Ja, een sapling. Dat is eentje. Oké. Dat is mooi. Een sapling. Ja, ik heb er eentje. Ik plaats die misschien al voor. Oh ja, daarboven daar. Zet er nog één. Dat is mooi. June struggles. Nou en of. Is het nog legit zo vet dat we die sugarcane kunnen krijgen? Dat is even kijken. 1. Nee, even kijken. 2, 3, 4. Iets van 10 achievements. What the hell. Oh, jeez. Volgens mij krijgen we hem veel eerder. Ik hoop het wel. Ik hoop ook van wel, ja. Heb je hem al gekregen, de sapling? Ja, ik heb er nog 1 gekregen, ja. Dus we hebben genoeg bomen, denk ik. Laten we eerst die liefje pakken. Ja. Bone meal. No, ho. Bottom meal. Yeah. Wacht even, blijf staan. Oh ja, dat kan ook wel eigenlijk. Wee. Komt-ie. Oh, yes! Yeah. Oh, dat is klein, maakt niet uit, joh. We hebben dus al 1 extra sapling, in het geval dat. Now and enough. Kunnen wij het maken? Now and enough. Of the power. Now and enough. Op de power kunnen wij een boom slopen. Wat? Geen idee, ik wou iets hiermee te maken hebben. Oh nee, we krijgen niks. Ah. Denk echt als je ze gewoon laat... Ik heb er gewoon één. Oké. Nou oké, we gaan naar beneden denk ik. Even kijken. Ik heb ook nog een sapling, die doe ik maar eventjes beneden. En de kist. Nou, zullen we caven? Kaven? Ja, zeker. We hebben genoeg hout ook nog om alles te maken, hoop ik. Ik neem maar 1 log mee. Ik heb verder nog heel veel hout bij me, denk ik. Ik maak 4 log. Ik pak 4 logs. Zo. Oké. Let's go. Let's go, Mario. Oui. Luigi. Oké. Ik zie kool. Oh, ja, ik zie ook kool nu, ja. Dat hebben we even nodig. Dat was wel een interessant commentaar. Ik zie kool. Ik zie ook kool. Vierkanten. Kijk. Dat is een creeper. Dat is een minecraft ook. Wat? Oh, ik zit vast. Oh. Maak even alle torches zo. 26 torches. Hier is nog meer kool. Ik zie hier steen. Zie jij daar steen? Ik zie steen, ja. Ja. Dat is heel steenig. Een steengoed grapje. Ha. Oké. Ik vond het wel kei leuk. Oh god. Oké, misschien moeten we eventjes... De punts zijn echt real bij ons. Yes. Ik heb nu 15 toortjes. Ik vind dat genoeg. Ik 26, dus dat is dubbel genoeg bijna. Oh, hier. Ik volg jou. Heb je die trap gemaakt? Hiervoor bedoel je? Gewoon in de vorige afleveringen? Complimenten. Ja, nou en of. Nu komt het moeilijke stukje. Oké, waar moet ook... Oh, hier is het al. Oké. Dan hier, en dan naar achteren, dan hier. Oh ja, moest er zo'n blokje eerst mollen. Zo, en jij weet dan... het nog goed.
Moesten hier nog hier naar links volgens mij. Ja, je had er nog een keer. Hier zaten zombies, weet je nog? Oh ja, anders ga je eventjes langs nu. Wacht even hoor, ik. Auw! Hij moest er toch even langs? Ah! Ja, kom misschien. Ah, het water is zo stom. Oké. Okay. Hier is een chest. Oh mijn god. Wat zit erin? 24 gold nuggets en een flame 1 boek. De neuk moeten wij nou met flame 1. Geen idee, maar het water moet eventjes weg hier. Er is weer een zombie daar. Ik ga even doorheen hakken hoor. Ja, dus Ah, hier zijn ze. Oh, ze kunnen omhoog zwemmen. Nieuwe gang. Zo, de leaves eventjes hier weghalen. Zijn een beetje irritant nu. Oké, dat is nu safe. Yes? Het is safe, komt de zombie langs. Hey, farm. Ja, we kunnen XP farmen dan. Wat zit hier achter? Hopelijk een spawner. Maar wel veel zombies, kan ik zeggen. Ja, dat dan no-no. Oké, kan ze raken door... Oh, een spawner! En die is nu opgelicht. Mooi. Oké dan. Nou, in de muur spawner. Oh, sorry. Au! Ik dacht dat je een zombie was. Ik dacht dat je zombie was. Oké. Ik weet dat ik dat je me niet knap vindt, maar zo erg... Wat? Ja, ik weet het. Ja. Dat is toch grappig. Ah, nieuwe gang. Ah, ik snap hem. Je sloeg me en dan... Ja. Dit is een oude gang. Laat maar. Oké, ik ga verder naar beneden. Terwijl ik wel hierachter nog heel veel honger. Mag ik die dicht doen of niet? Ik maak het hier eventjes dicht. Wel. Iron. We moeten een keer. Vind ik. Auw, skeleton. Auw. Oké. Ik weet wat ik even doe. Waar ben jij, Toon? Je bent daar. Ik ben hier. Oké, zie je mij? Ja. Oh, ja. Bijna. Ik leg eventjes deze spullen hier veilig in. Precies, dat is misschien wel handig, ja. Als je daar ons... Precies. Oké. Dan gaan we nu verder. Terug moeten we in ieder geval eerst. Zo. Dat is hieronder volgens mij. Ja, hier is het. Mooi. Oh shit. Water. Weer een watersnoodramp. Wat de hel? Is het hier? Moesten we hem omhoog bouwen of zo? Maak misschien anders een trap. I found it. Oh, we hebben hier gold. Zal ik het maar hakken? Een berg. En dan even op. Ja. Ik ga eventjes naar beneden weer verder met deze tunnel die we hier hadden gebouwd toen, een hele tijd geleden. Die super veilig is. Yep. Dus niet. Zal ik Emerald gewoon meenemen? Oh, phew, daar is het blokje niet. Ah, ik kan het blokje niet oppakken. Pas op, ik ga hier een blokje weg. Ah, mooi. Ik vind jouw kamikaze idee nog best wel goed eigenlijk. Ik ga al mijn stuff wegdoen. En dan kan ik even naar beneden rennen. Doen we gewoon beide. Oké, eerst alle spullen in die kist laten. Anders... Oké, als je valt dan ben je een beetje te lul. Ik maak een trap. Dat is handig. Ja, ik ben heel goed in trappen maken, of niet? Zo. Oh, ik zit weer vast. Ik heb geen pickaxe. Ik zit vast. Zit je vast? Ja. Heb je een stone pickaxe. Dat vind ik heel erg aardig. Ik ben altijd aardig. Ja. Ja, dan geloof dat maar. Okay, mushroom stews doe ik zelfs erin. En het enige wat ik overhoud is... eens de pickaxe. Ik zoek even een andere chest weer verder. Hier is nog eentje. Hier achter. Ja, hak die maar eventjes. Ja, goed punt. Is wat handiger. Makkelijker. Maar... Ja? Misschien kunnen we beter in de volgende aflevering... Hier naar inderdaad. Je haalt de monden uit mijn woord. Dus, als jullie weten hoe het verder afloopt... Dan zien jullie eigenlijk... Beter maar in de volgende aflevering. Ja. Wow.
Oké. Wat ik kan voorspellen is dat dat getal daar rechts achter mijn naam fors gaat stijgen. Ja, en dan van mij ook. Ja, maar dat is juist het leuk, denk ik. Dus, ja, in ieder geval. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later. Later!